Wat is het hier groot? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeem. In de vorige aflevering zijn wij met een groot schip met hobbels en alles zijn wij eindelijk bij Limblim aangekomen. En hadden we dus zeg maar een probleem dat we aangevallen werden door nogmaals een Black Walls. Dat was nogal vervelend, maar eindelijk zijn we hier in Limblim aangekomen. En dan komen we dus zeg maar bij de Regent. We zijn nou hier bij de... bij Limblim. En waarschijnlijk is dat de heerser over het koninkrijk genaamd Limblim. Dus, Limblim's kasteel heeft 3 verdiepingen. Alles is, staat in verbinding met deze lift. Je hebt begaande grond die onder is en dat komt bij de mist. En dan kun je een trolley nemen naar de harbor. Kom op, denken, hoe zeg ik dit in het Nederlands? Je weet wel waar de schepen liggen en alles. Ik kan er echt op het moment niet opkomen, verschrikkelijk is dat. De haven, dankjewel! En natuurlijk naar de gate die op de grond zit. Schepen die komen bijna nooit sinds dat vliegreizen is heel erg makkelijk tegenwoordig. Dus alleen bij de mist heb je heel erg veel gevaar. Dus ja, daarom hebben we daar alles afgesloten. Maar dan heb je ook natuurlijk nog iets hoger. Heb je de eerste verdieping. Daar kun je de luchttaxis gebruiken om dus zeg maar naar de stad toe te gaan. En op de bovenste verdieping daar hebben we natuurlijk de koninklijke kamer. En natuurlijk de vergaderruimte. Dus alle levels daarboven is natuurlijk wel gestrikt. Er mag niemand zomaar komen. Alleen de Regent hemzelf die mag er komen. Dus verder. Hey Zelda, hoe ziet de Regent eruit eigenlijk? Ik bedoel, ik heb altijd in Limblim geleefd, maar ik heb hem nog nooit ontmoet. Nou, de Sid is heel erg wijs en hij denkt altijd vooruit. Hij mag misschien een beetje raar zijn op sommige momenten, maar je kunt echt op hem vertrouwen. Hij en mijn vader waren beste vrienden. Ik vraag me af of je überhaupt wel wil luisteren naar wat ik te zeggen heb. Maak je geen zorgen. We gaan niet weg voordat hij dat doet. We zijn bijna op de bovenste verdieping. Ja, dit is de langzaamste lift ooit. Of het is gewoon een enorm hoog gebouw, dat kan natuurlijk ook. Sire, de prinses Garnet of Alexandria wil je graag zien. Prinses, is er iets raar? Is er iets mis? Oh, de regent is niet hier. En ik vraag me niet... Ik weet niet hoe, maar... Kijk alleen naar de troon! Wat in de... Zeg rood. Oklop! Leroy, punch! Sire! Wat? Wat? Zelda, wat is er mis? Waarom ben je aan het praten tegen... Oh, dat is een oklop. Wow, zelfs de oklops zijn groot hier in Limblim. Wat is er... Wat betekent dit allemaal? Hoe durf je de prinses te ontmoeten als... Als op de manier of deze? Serieus, haal die insect van de troon en haal de regent. Alsjeblieft, rustig. Je staat voor de regent. Wat? Genoeg van je onzin! Leroy, hou je koest! Ik herinner die snor. Ben jij dat echt, oom Sid? Ja, greetings. Welkom allemaal. Ik ben Sid Fabel, Regent van Limblim. Ik wist dat jij het was. Ik herinner jou dependence dinges, net zoals de mijne, de Falcon Claw. Ik ben blij om je nog een keer te zien, Garnet. Je bent echt een mooie vrouwke geworden. Ik aan de andere kant. Laat me dat uitleggen. 6 maanden geleden is iemand zomaar in het kasteel binnengeglipt en heeft de regent aangevallen in zijn slaap. Helaas, we waren te laat. De regent was getransformeerd in een oglop en zijn vrouw, Lady Hilda, was ontvoerd. Oh, mijn hemel. Serieus, wie zou dit nou weer hebben geprobeerd? Iemand die dit heeft gedaan, die zal wel heel erg skilled zijn. Net zoals ik. Ik weet zeker dat jij het was. Dat is nog niet eens mogelijk. Hoe weet je dat zo zeker? Ik bedoel, weet jij wie we zijn? Natuurlijk, ik mag dan wel een insect zijn, maar ik ben nog steeds de heerser over Limblim.
Oom Sid, ik ben heel erg blij dat je me wou zien op een korte afspraak. Maar ik moet zeker met jou praten over mijn moeder. Dat had ik ondertussen al door. Maar ik denk zeker dat het kan worden tot morgen. Waarom wacht je niet? Waarom ga je niet allemaal even uitrusten voor vandaag? Dankjewel. Het is tijd voor lunch. Alsjeblieft, volg mij. Zoveel verhaallijn, zo weinig tijd. Maar ik heb een hekel aan kasteelvoedsel. Veel te hoge klas voor mijn smaak. Dus ik bedoel, hoe kun je voorraken aan dat spul? Gadverdamme. Het goedkope voer is hier een stuk beter. Vandaag is soep de stilheid. Klinkt niet slecht. Soep de stilheid? Soep de stilheid. Dat is soep die is zo lekker, daar word je stil van. Hey, Pops, mag ik alsjeblieft je rare special? Wie zei dat? Seepy, ik dacht dat het jij het was. Hoe gaat het, kerel? Best wel goed, denk ik. Neem een stoel, je soep zal klaar zijn in een minuutje. Kun je alsjeblieft aan de kant gaan? Je staat dan iedereen zijn weg. Wow. Hey. Ja, wil je wat drinken of zo? Wat dacht jij als jij met mij samen een cruise gaat nemen op een luchtschip? Serieus? Luchtschip? Ah, het klinkt alsof je er nog nooit op eentje bent geweest. Limblum ziet er heel mooi uit van bovenaf. Hé, hey, staartmans. Je stoort de andere klanten. Hé, hey, jij hebt ook een staart, ratkop. Rattenkop. Wanneer dat ik dit drankje op heb, ga ik je helemaal in elkaar rammen. Hé, hey, Zeepie. Naar buiten mee, oké? Okay? Het is lang geleden, Zeepie. Hé, hey, hoe gaat-ie? Je hebt een zware stem. Wacht eens even. Wat, ben je mijn naam vergeten? Nee. Ik weet het nog. Je bent Helga, toch? Nee. Christine? Nee. Oh, nou weet ik het weer. Je hebt naast me gewoond. Hoe gaat het, Rachel? Oh, jongen, je bent groot geworden. Jij kleine vuile... Ik maak maar een grapje, serieus. Ik vergeet nooit een meisjesnaam. Maar ja, je hebt zo'n zware stem. Dat, ja, wat wil je? Ik ben een vechter. Daar kan ik ook niks aan doen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga jullie voorstellen aan degene die het intro nummertje heeft gemaakt. Wat ik dus zeg maar in de link van de beschrijving. Dat is niemand minder als Wilma. Kan ik hier een spatie kwijt? Dus we hebben Leroy G en Wilma B. Eigenlijk is het Wilma B Waterlily, maar dat maakt niet uit. Ik had speciaal deze gekozen, dus ja. Dus hoe gaat het, Wilma B? Nou, ik zal gewoon Wilma zeggen, maar goed. Niks is aan jou veranderd, Zeepie. Hoe lang is het geleden? 3 jaar. Hey, heb je ooit iets gevonden van je vriendje? Nee. Dus wat brengt jou naar Limblum? Het festival van het jaar, wat anders. Ik bedoel, het is een goede kans om dan mijn skills uit te testen. Ah, ik weet zeker dat je hem ooit zal vinden. Doe jij niet mee? Nee, ik denk dat ik het skip. Luibammes. Ga je ooit terug? Ik heb geen reden om terug te gaan naar Bemusia. Er is niks meer voor mij daar. Ik weet niet, ik ben niet echt tevreden met zo'n lage stem. Ik heb nog niet echt over de stem na kunnen denken. Dus ik denk dat ik een beetje zo'n stem ga geven. Ja, ik denk dat anders krijg ik daar ruzie met Wilma. Dat wil ik natuurlijk niet. Dus ik denk dat ik een zo'n stem ga geven. Ik denk dat... Ja, die stem die heb ik heel vaak samen met Wilma gedaan. Als we samen een keertje gezellig bij elkaar op bezoek waren. Dus... So, how is the queen? Oh, Nederlandsje. Oh, Zeepie Nederlands. Verdorie. Dus, hoe is het met de koningin? Is ze nog steeds zo snel en gewelddadig als altijd? Ja, maar... Sinds het moment dat papa dood is gegaan, is moeder altijd een beetje raar geweest. Ik ben niet onder de... Ja, ik ben niet verrast. Ik bedoel... Ja, ze hielden zoveel van elkaar. Hoe kun je van een blauwe olifant houden? We hebben niet veel gesproken de laatste tijd. Ook een hele verdachte man komt heel vaak bij het kasteel langs. Ik weet niet wat er gaande is, maar ik ben bang dat ze iets van plan is. Iets verschrikkelijks! Ik dacht, ik heb dit tegen iedereen gezegd, maar niemand neemt me serieus. Ze denken allemaal dat ik in de war ben omdat ik papa kwijt ben. Ja, ik snap waarom dat je zo hier naartoe wou komen. Ik ben blij dat je naar mij toe bent gekomen voor hulp. Op dit moment denk ik dat jij de enigste bent waar mama naar wil luisteren.
Wanneer ik had gehoord dat Limblim's theaterschip naar Alexandria ging, had ik besloten om eigenlijk aan boord te komen en ja... Oh, verkeerde stem weer, mijn excuses. Wanneer ik had gehoord dat Limblim's theatership wel hier naar Alexandria zou komen, had ik al besloten om eigenlijk aan boord te glippen en hier te komen. Maakt het niet uit hoe! Ik had nooit gedacht dat de krul mij zou ontvoeren. Dat was ik. Ik heb Tantalus de opdracht gegeven om jou te ontvoeren. Huh? Ik bedoel, ik had je vader. Die had ik een belofte gemaakt dat als er iets met jou zou gebeuren, dat ik jou zou beschermen. We weten van de verschrikkelijke dingen in Alexandria, dat daar gaande gaat voor al een tijdje, dus. Maar als we dat hadden gedaan, dan zou er gelijk een oorlog tussen ons zouden komen. Dus ik heb Baku voor hulp gevraagd en want wij samen gaan eigenlijk best wel een grote lange tijd terug. Dus het toneelstuk was perfecte cover om Alexandria binnen te gaan en jou daar buiten te krijgen. Niemand had gedacht dat Limblim erachter zou zitten. We waren echt genoodzaakt om actie om te ondernemen. Want wij wisten tot Alexandria dat nooit onze hulp zou vragen. Dus ik ben blij dat je hier kon komen. In de village of Dali, we hebben daar heel erg veel black mages gezien. Ze zien eruit als robots, levenloze zielen, gecontroleerd door zo'n soort van powerful magie of zoiets. Weet ik veel, heel krachtige ding. En erbovenop... Ze worden gemaakt onder Alexandria's toezicht. Ik weet niet waarom dat ze dat doen, maar ze lijken op de Towler. En ik weet niet, maar ik ben bang dat moeder van plan is om ze te gebruiken voor oorlog. We zullen dat niet laten gebeuren. Zelfs ook al zou zij een heel leger van Black Mages, ze zal nooit een move maken als ze weet... weet dat wij met de luchtschepen weg kunnen gaan. Maak je geen zorgen, alles zal in orde komen. Het spijt me zo erg, oom. Nou, maak je geen zorgen. Je hoeft niet zo treurig te zijn. Ik help je omdat ik je oom ben. Niet omdat ik de heerser ben van Limblim. Oh, dank je zo, Hel. Oh, ik ben zo blij. Ja, heel veel cutscenes in Limblim, jongens. Ik kan er niks aan doen. Maar dit is een heel belangrijk stuk van het verhaal. Dus wat is deze plek? Dit is het hart en ziel van Limblim. Onze luchtschipplaats. Dit is luchtschipplaats nummer 1, waar we onze research doen, onderzoek. Maar waar zijn alle luchtschepen dan? Eenzaam is het. We hadden een nieuw luchtschipmodel hier 6 maanden geleden. Het was onze laatste creatie. Het hoefde geen mist te gebruiken om te vliegen. De man die je heeft aangevallen, was hij degene die ermee is weggegaan? Je hebt goed geraden, maar nee, helaas niet. Eigenlijk, ik heb een heel aardig meisje ontmoet in de kroeg. Wanneer Hilda dat eigenlijk een beetje erachter kwam, heeft ze haar magie gebruikt en heeft me in een oglop veranderd. Toen is ze weggegaan met een nieuwe airship. Ik had haar naar Hilda genoemd, dus eigenlijk best wel ironisch, of niet? Ze is nooit meer teruggekomen. Ik ben aan het werken aan Hilda Garde 2, maar... Het gaat niet zo goed. Mijn gedachten staan er gewoon niet bij en ik werk niet hetzelfde dan als ik een insect ben. Oh, ik ben zo hopeloos. Maar dat maakt niet uit, ik kan nog steeds helpen. Ik bedoel, ik doe mijn best voor Alexandria. Dankjewel, maar Southgate is behoorlijk beschadigd en ik weet niet of we terug kunnen gaan naar Alexandria. Maak je geen zorgen. Southgate wordt gerepareerd op het moment dat we nu hier aan het praten zijn. Wanneer dat die reparaties klaar zijn, gaan we terug naar Alexandria. Ja, ik weet zeker dat mijn moeder uiteindelijk naar haar ogen zou openen naar de waarheid. Oom, is er iets mis? Nee, ik was eigenlijk aan het denken over de... Ja, hoe dat het theaterschip is gecrashed. Baku heeft hele goede mensen bij hem. Ik hoop dat alles goed gaat komen. Jongen zeg, we zitten al 14 minuten in deze aflevering en niks was het als geleuter. Goedemorgen! Hey, jij bent vroeg wakker. Ja, Limblim is een behoorlijke drukke stad. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Ik vraag me af hoe mensen hier zich bezighouden als ze alleen zijn. Als ze alleen wilden zijn. Ja, Limblim heeft eigenlijk altijd die plekjes. Ik bedoel, mensen komen hier van over heel de wereld.
Sommigen die komen hier voor luchtschepen, sommigen die zijn namelijk makers van luchtschepen, beeldmakers, acteurs. Ze komen van allemaal. Wow. Ik weet nog niet eens waarom dat ik hier eigenlijk kwam voor de eerste keer tot ik hier kwam. Voordat ik het wist, leefde ik hier zeg maar met de groep Tantalus. Leef je hier nog steeds? Ja, onze hideout is bij de theaterdistrict. Dus ik ga er dadelijk al heel eventjes mee naartoe. Dus wil je met me mee? Nee, dat is in orde. Ik ga heel eventjes rond de stad kijken. Oké, dan kan ik je wel een tour geven. Nee, dat is niet nodig. Ik kan ook wel bij mijn eigen gaan. Oké, zoek je eigen een mooi meisje, oké? Oh, hij met zijn meisjes. Ja. Nou kunnen we weer iets nieuws leren. Daar heb ik heel weinig zin in, omdat er zoveel voice acting is. Wat we kunnen leren nu, dat is zeg maar de Synthesis Shop. En dan ga ik niet via deze mob, via dit doen. Dat doe ik op het moment als we in die winkel zijn. Want we komen dus bij een hele interessante winkel. Die ik jullie zeker wil laten zien in deze aflevering. Dus, eventjes jou. Hebben we een brief voor jou? Want jij bent Moedon. Nee, we hebben van Kumop to Mokki. En er is een brief voor mij. Komen jullie niet terug naar Alexandria? Ik ben zo alleen. Grapje. Ik heb een theater hier in een klein zijweggetje gemaakt. Ik bedoel, het is een saloon en alles. Dus leuk. Dat is van Robbie, by the way. Niet dat het echt heel erg verboeiend is. Wil jij ook een brief? Nee, jij wil mail? Hebben we niet. Jammer, joh. Doei. We zouden daar eventueel kunnen saven, maar dat is op dit moment nog niet nodig. We zouden hier weer kunnen rusten. We zijn weer all by ourselves. En we krijgen weer heel erg veel ATE's. Een kleine stad... kleine stad ridder in een grote stad. Juist. Translate is echt een goede uitdaging, jongens. Wat een grote stad. Ik ben totaal verdwaald. Pardon. Jeetje, je ziet er raar uit. Je bent raar gekleed. Ik ben kapitein Albert Leroy G van Alexandria. Ik moet je vragen om een assistentie om terug te komen naar het kasteel. Dat is een nieuwe. Goede truc, maar ik ga niet uit met rare gastjes. Ik bedoel, serieus, je moet dat roest eens in een keer eraf schrapen. Het ziet er niet uit. Huh? Waarom noemt iedereen mijn roestbak? Omdat je er een bent. Huh? Serieus, heb je altijd zoveel pech met proberen een date te regelen? Ik bedoel, je hebt een nieuwe lijn nodig. En een beetje oppoetsen kan geen kwaad. Wat zijn dit voor dingen? Dit zijn Geigel's Pickles. Ze zijn een van Limblim's delicatesses. Wil je er een proberen? Het stinkt behoorlijk. Ja, hoe slechter dat ze ruiken, de beter dat ze smaken. Ik probeer er wel een. Oh mijn god, serieus. Zelfs de locals hier die gebruiken, die eten hem niet in één hap. Ja, maar je hebt wel gelijk. Ze zijn goed. Jezus. Nou, dat was weer nutteloos, maar goed, dat hoort er weer een beetje bij. Goed, dus de eerste plek waar ik echt naartoe wil gaan, dat is dus de shop. Wil je alsjeblieft uit de kant gaan, dankjewel. Ja, er is hier, volgens mij kunnen we... Ga eens even aan de kant. Kunnen we naar binnen? Nee. Die trap die we daar dus zeg maar aan de onderkant zien, ik zit ernaar te wijzen, maar dat heeft absoluut geen nut. Die brengt ons zeg maar weer naar die taxi waar ze het eerder over hadden. En dan kunnen we dus zeg maar naar andere districts toe gaan, maar daar hebben we op dit moment nog weinig behoefte aan. Want wij willen naar de shop. Maar als we hier naar binnen toe gaan, dan kunnen we weer het een en ander eventjes vinden. De reden waarom ik niet met iedereen praat is omdat, ja, iedereen die heeft alleen maar onzin te vertellen dus. We hebben hier een kistje, daar zit een echo screen in, gratis en voor niks. Lijkt een beetje op The Legend of Zelda, gewoon willekeurig huizen binnenlopen en hun spullen jatten. Staat er hier nog ergens iets? Heb je nog ergens iets? Het ligt hier. Oh, card collector. Oh, jij bent zo'n card doodle. Doei. Wij zijn er om Final Fantasy te spelen, niet een of ander suf kaartspel. Oh, wat ligt hier? Polem Actum Video. Oké, ik snap dat ze dat wel doen om een beetje het leven in te blazen in de wereld of zo, maar... Voor mij hoeft het niet. Oké, nou. Synthesis shops die zijn dus zeg maar als volgt. Degene die wij dus zeg maar hier in Limblim hebben, die zit hier. En Alexandria die had er ook eentje, maar die was nog niet open in verband met het festival. Wie feels the heat? Het is sterk. Serieus, hoe vaak moet ik je nog vertellen? Een paar graden meer of minder kan het verschil zijn tussen een goed en een slecht wapen. Gebruik een kleiner vuurtje. Serieus, stop nou eens met zeuren. We hebben een klant.
Oh, wanneer komt er nou eens een keer naar je kop? Nou, het grappige is, dit is dus zeg maar de Scientist Shop. En die werkt als volgt. Als ik me niet vergis, kunnen we hier Silver Gloves gratis en we niks krijgen. Ja. Ik vind het wel leuk dat we hier gewoon al dingen kunnen jatten. Maar als we dus zeg maar met deze gozer gaan praten. Hoe gaat het? Wil je me iets maken voor het festival? Dan kun je dus zeg maar Sint. En Sint, dat werkt als volgt. Zoals je dus zeg maar ziet, we hebben hier verschillende items die we dus zeg maar net niet kunnen maken of net wel kunnen maken. Met nadruk op maken. Namelijk, zoals je dus ziet, voor een butterfly soort hebben we een dagger nodig en een mage masher. Gelukkig hebben we die allebei, dus zouden we een butterfly soort kunnen maken. Voor die ogre hebben we twee mage masters nodig, we moeten een cold rope maken. Dus je hebt allemaal items, zeg maar, voor twee items maak je een heel nieuw item en een sterker item. Dus daarvoor wil je dit zeker allemaal hebben. Nou, ik wil alvast zeg maar de butterfly soort, die wil ik alvast eigenlijk maken. Deze wil ik ook eentje maken. Desert boots wil ik maken. En voor de rest wil ik heel eventjes naar de gewone winkelshop om even ingrediënten te gaan halen. Dus zo werkt dit een beetje. Dus even kijken, volgens mij is dit de potion shop. Potions? Potions nodig! We hebben potions nodig! Oké, sorry. Even kijken. Ja, dit is mijn verkoop. Ik wil niks verkopen. Potions hebben we... Ja, die hebben we nou dadelijk echt wel veel nodig eigenlijk. Dus laten we er een paar kopen. Phoenix Downs, daar wil ik eigenlijk ook nog een paar van bij hebben. Echo Screens hebben we niet nodig. Soft gaan we wel nodig hebben. Soft is zeg maar als je verstening krijgt, dit zorgt om verstening weg te halen. En we hebben nog steeds maar één tent, maar ik wil eigenlijk mijn geld een beetje besparen om zoveel mogelijk sterke wapens alvast maar gaan maken. Dus op zich, hier ga je nou heel erg snel door je geld heen. Hè. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Oké, nou als we dan hier komen, kunnen we dus zeg maar de wapens kopen. Nou, een dagger. Altijd zorg dat je er eentje van elk hebt. Mage Masher hadden we er twee voor nodig. Dus ik denk dat ik er hier dan even twee koop. Mithril Dagger, die wil ik ook eentje hebben. Iron Sword, die hebben we. Javelin, dat is voor Wilma B. Die heeft ze automatisch. Net zoals de Rod, die hebben we ook automatisch al één. De Fork is voor een nieuwe partymember die nog moet gaan komen. Dus die hoeven we ook niet te kopen. Leather Wrist hebben we genoeg van. Glass Armlets, daar wil ik er wel een paar van kopen. Doe maar vier. Oh, ik heb bijna geen geld meer. Silver Glove, Stelpet Head, daar heb ik er maar één van. Headgear. Ja, ik moet echt dingen dadelijk gaan verkopen, jongens. Even kijken, wat kan ik verkopen? Zoals ik al zei, Phoenix Finions, die kun je altijd verkopen totdat je... Het is belangrijk om er eentje, zeg maar, bij je te houden. Even kijken, want we hadden er net eentje, daar hadden we er behoorlijk veel van. Glass Armlets? Nee. Ik wil eigenlijk nog wel het een en ander... Even kijken. Headgear. Ja, daar wil ik er nog eentje van. Ook al geeft het minder. Het heeft wel, zeg maar, net zoals element damage en alles. Dat wordt dan verminderd met 50%. Dus wordt het dan, als je karakter dit draagt... wordt er een wateraanval op je gedaan. Dan krijg je 50% minder schade. Even kijken. We hebben nog meer. Leatherplate. Daar wil ik er eentje van bij hebben. Die heb je echt nodig, hè? Ja. Kun je nog iets verkopen? Nee, ik doe het liever niet, maar ik heb nou echt dat geld even nodig. Oké, nou, dat is het nadeel. Dat je echt gewoon, zeg maar, ja, zoveel moet verkopen om ja, eigenlijk nou een beetje goede equipment te hebben. Dus, oké, nou, kom weer hier even aan. Oké, nou, ik wil die ogre hebben. En cotton rope, die hebben we eentje gekocht. Yellow scarf wil ik eentje hebben en de glass buckle. Dus laten we die gelijk ook eventjes kopen. En dan wil ik heel eventjes gaan kijken... Ja, als ik ze ga equippen, dan zullen jullie wel zien wat het doet, hoor. Dus mijn excuses tot het heel eventjes duurt. Maar we hebben net een enorme lange cutscene gehad... en ik wil jullie toch eigenlijk wel een beetje verblijden... met, ja, een beetje, zeg maar, tot we een beetje kunnen kopen. Dus, oké, nou, wapens hebben we nou niet nodig. Even kijken, welke waren nou op? Even kijken. Leather Wrist, daar hebben we er nog eentje van. En drie zijn er geëquipt. Glass Armlet, daar hebben we er drie van. Volgens mij hebben we alles. Oh, wacht, ik zag daar een 0-0. Nee, we zitten wel goed. Oké, nou laat ik eens even kijken naar mijn equipment. Wat kan ik precies doen? Nou, de Mage Masher Detect. What's that? Een Soul Blade. Nou, we moeten zeker de tech nog even verder leren. Maar ja, deze zijn we nog verder aan het leren. Die zijn we nog verder aan het leren. Ken ik hier iets nieuws mee? Chakra! Extra defense en ice aanvallen worden gehalveerd. Oké, nou, we kunnen chakra helaas niet leren. Nou komen we dus zeg maar bij een nieuwe functie. De add-ons, zoals Desert Boots, Glass Buckle.
Hé, daar kunnen we Antibody en Ad-Status mee leren. En hier Birdkiller en Steel Jill. Wat gebruikt hij hiervoor Ad-Status? Een Bright Eyes. We equip die maar heel eventjes. Dat zijn dus de Ad-Status wapens die we dus zeker gaan gebruiken later. Maar goed, ik zie dat we al 25 afleveringen in deze minuut zitten. Dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. Jongens, eventjes een speciale update voor morgen. Er komt geen livestream, er komt geen GTA 5 heist. Omdat ik heb helaas niet de tijd gehad om het op te nemen. Dus wat er gaat komen morgen. Morgen komt er een extra aflevering van Final Fantasy. En een zondag. Ja, dan kom ik waarschijnlijk pas net terug van een evenement waar ik ben. Bij AnimeCon. Dus ja, ik ben bang dat ik op dit moment... Zaterdag komt er dus nog een extra aflevering van Final Fantasy. Zondag hebben we dus helaas geen upload. En maandag gaan we verder met Final Fantasy. Dus dan gaan we in ieder geval al een stuk verder. Want we zijn al een behoorlijk stuk op het spel. En ik kan jullie beloven, na Limblum komt er een enorm groot battle. Frontier gebeuren. Storyline, aanval, oorlog. Weet ik het allemaal nog meer. Dus sorry dat we heel eventjes... Ik persoonlijk vind dit eigenlijk een van de saaiere stukjes van Final Fantasy. Maar ja, die horen ook bij videogames te zitten. Dus je weet wel, de what the bleep momentje. Dus, ik hoop jullie sowieso morgen te zien. Dus bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen of een leuk momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen dan te zien bij de speciale extra aflevering van Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!